Hallo dames en heren, welkom bij No Limits Tutorial, ik wil wel zeggen aflevering, Tutorial 2. We gaan vandaag onze houten achtbaan afmaken door dus ondersteuning toe te voegen, het landschap te doen en de kleuren van de baan. Ik weet niet wat er allemaal aan te pas komt. Laten we gelijk beginnen, want beginnen moet je uiteraard je coaster terug openen. We hebben dus dat simpele layoutje. Als jullie nog altijd niet weten hoe jullie de coaster zelf moeten maken, moet jullie kijken naar Tutorial 1. Daarna pas terug naar deze. We gaan even de layout zijn we nu aan het bekijken via ons quad review. In een snelle versie, zo snel gaat hij uiteraard wel niet. Hij gaat zelfs een beetje sneller. En hij komt dan aan. Ik heb eigenlijk een heel simpele layout gemaakt. Goed, we gaan eerst en vooral de ondersteuningen toevoegen. En dat doen we niet door alles zelf te klikken. Dat kan maar dan wel gek. Je klikt op support en dan boot generator. Boot generator. De build mode. Dus ja, dat kan je. Dus de wild zegt, ja, we kunnen hem ook. We pakken deze, de Cathedral Stair Step Structure. Dan kan je hier Generate Final Preview en de Preview. Ik denk dat wij gewoon de Final pakken. En dit moet er allemaal aan blijven. Dan kan je hier instellen hoe de dingen zijn, hoe ver het houden elkaar. We gaan gewoon alles instellen op een key klikken en kijk eens aan. Het is allemaal klaar. Zo snel gaat dat. Je ziet nu heel veel bolletjes, het zijn allemaal modify stukjes. Je kan hem even freezen om te kijken hoe het eruit ziet. Dat gaat uiteraard wat traag, omdat hij nu track moet creëren, de trains en uiteraard heel die supports. We zien hier dus echt heel veel bolletjes. Ja, oké, hij gaat op zich best snel. We zijn bijna op het einde, dan kunnen we zien hoe het eruit ziet. Het eindview is er dan. Oké, jongens, ons hout is gecreëerd. We hebben de supports erbij staan. Zo ziet het er dus uit. Allemaal wit nu nog. Maar dat wordt nog aangepast. Dit is dus een van de structuurs. Dit is de kathedraal. Je kan hem ook anders doen. Je kan hem ook gewoon een generator. Kan je ook gewoon deze pakken. Ik weet niet, dat maakt eigenlijk geen verschil, heb ik de indruk. Gewoon een generator. Simpel. Oh, dat zijn geen verschillende dingen. Ik dacht dat het verschillende dingen waren. Tenzij. Of clear generate. Wat moet dat nu doen? Oh, moet een generator. Preview. Oké. Kijk, nu is hij al wat simpel. Nu is hij veel simpeler gemaakt. Nu is hij veel simpeler gemaakt. Dat zien we. Dan kunnen we ook uiteraard teruggaan en dan deze pakken. Heeft hij hem nog een beetje aangepast. En als we dan de final pakken is dit. Dit is weer een andere structuur. We hebben nog een andere. Dus we hebben ook nog deze. We moeten hem eerst clear genereren. Dan kunnen we ook nog deze pakken. De steeple. Ik weet niet welke dat is. Oké, dat is deze. Hier staan de vorige was eigenlijk recht naar onder. En hier werkt het eigenlijk in een driehoeksformaat. Om zo te zeggen. Je ziet wel heel duidelijk dat het hier wijder en wijder gaat. De vorige was recht. Dan hebben we nog eentje de kathedraal en dan hebben we nog de chapel. Welke is dat? Ik wil even kijken. De chapel. Dat is een beetje gelijk die van de kathedraal. Is dat ongeveer? Deze is nog wat anders. Deze is nog wat anders. Ik denk dat wij gewoon simpelweg de normale gaan pakken. De steeple denk ik dat het beste is dat wij gewoon pakken. Dat is die. Oh nee, niet de steeple. Ja, de steeple kan. Eigenlijk ziet de steeple er wel mooier, het mooiste uit, heb ik de indruk. Dus normaal gezien is de ondersteuning ook zo gemaakt dat die niet, dat de baan nergens iets raakt. Dat is allemaal zo ingesteld door de generator zelf. Omdat kijk, hier is het dus. We gaan onder de ondersteuningen door. Dat maakt het allemaal mooi. Dat maakt mijn limit zo realistisch. Je hoeft er ook geen rekening mee te houden. Dus dat is wel allemaal fijn. Goed, we hebben nu de kleuren nog niet ingesteld. Dat gaan we dan als de laatste doen. Dat is bij de properties. Colors. De wireframe track. Ja. De kleuren, ja. Het gaat houten achtbaan. Dus dan moeten we dat allemaal een beetje in de houtkleuren gaan maken. Dus we moeten even een tintje zoeken qua hout. Dat is misschien wel wat moeilijker. Ik denk dat we hier al best goed zitten.
Dus onthoud ook altijd de kleuren. Mindspain, dit moet allemaal in één kleur. Dat moet even anders. De supports moeten dan ook in een kleur. Meestal dezelfde als de baan. De handrails doen we hetzelfde. En de catwalks kunnen we iets lichter misschien doen. Misschien wat donkerder. Dan kunnen we het karretje natuurlijk ook een kleur geven. De car. Wat past bij dat bruin? Ja, misschien laten we een beetje zo gaan naar het geel. Het setje doen we wel gewoon. Zo harnas gaan we gewoon. Kan je helemaal zwart doen. De boogie doen we hetzelfde. De chassis hetzelfde. En dan hebben we onze kleuren ingegeven. Freeze nog voor de laatste keer. En dan is hij eigenlijk qua ondersteuning en zo klaar. In principe is dan nu allemaal klaar. Maar we gaan nog een stapje verder, jongens. Wij gaan nog mooi de landschap erbij doen en wat boompjes toevoegen. Dat is niet zoveel werk en dat is ook niet zo moeilijk. Helemaal niet moeilijk. Het is wel niet zo gelijk bij rollercoaster dat je snel klik 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 doet. Dit is wat moeilijker. Oké, jongens, kijk, hier zijn onze karretjes. Oh. Hier is onze trein. We gaan eens even een keertje over de baan heen. Nu we de supports hebben. Dit ook echt, dit is echt realistisch. Tot en met. Aan beide kanten zit dus dat wandelpadje, zeg maar. We gaan hier heel mooi onder de constructies door. Ja, dit is realiteit, jongens. Kijk. We kunnen er ook eventjes kijken. Langs boven zie je dat het hier groter en groter gaat. En ja, het is echt een heel erg mooi. Ik vind dit echt respect voor de makers van dit spel, want ze hebben hier echt ook, ze hebben hier echt heel veel detail in gestopt. Dat is niet normaal. Echt super. Oké. We gaan hem terug unfreezen. In principe kan je een landschap ook maken in de freeze, maar we gaan hem unfreeze en daarna pas landschap toevoegen. Hoe we dat doen? We drukken op terrain. Je kan bij de terrain settings zo. Kan je de generator gebruiken. Kan je instellen hoeveel procent water. We pakken maar 10. Maximum 150 meter. Nou, dat is te veel. Je moet eigenlijk kijken het station. Je laagste punt van je achtbaan moet je weten. En dat is heel simpel. Je gaat naar de coaster properties en dat is 4 meter is het laagste punt. 4 meter van de grond is het laagste punt, dus eigenlijk mag je maar 4 meter hebben. Je kan een terrain dus genereren. We gaan dat gewoon even een keertje doen met 150 en dan ga je zien, jongens, generate. Als we op oké drukken zal deze allemaal waarschijnlijk ook helemaal footsie zijn. Ja, hij is er nog, maar kijk, dit komt alleen boven de grond uit. En de rest, niks. Nopes, nada. Gewoon Ctrl Z en dan is alles terug. Je bent niet alles kwijt, dan alles is gewoon terug. We gaan het met de hand doen. We kunnen hier hetzelfde auto paint, maar wij gaan hier hetzelfde. Je kan de points instellen. Dan druk je eerst op modify markers en dan zie je hier allemaal puntjes. Maar 64 is misschien wat veel, dus pak maar 16 of zo. Dat is een kleiner veldje. En dan kan je dus, als je dit klikt en vasthoudt met je muis en omhoog gaat, ga je het landschap verhogen. Zo kan je dan bergen maken en weet ik niet wat. Je kan ook gewoon onder de achtbaan in. De ondersteuning past zich vanzelf aan. Dus dat zie je, de ondersteuning past zich echt gewoon aan. Daarom zeg ik, unfreeze hem eerst en daarna landschap doen. Maar als je tijdens de freeze landschap doet, blijft de ondersteuning gewoon staan. En dan staan de voeters eigenlijk niet meer op je achtbaan. Dus eigenlijk is dat dan wel wat minder. Hoe moet je dan water doen? Ja, laten we hier een plasje water doen in het midden. Laten we gewoon hier een plasje water doen. Dan moet je gewoon het omgekeerde, in plaats van naar boven naar onder bewegen met je muis. Gewoon naar onder trekken en dan krijg je hier een plas. De voeters gaan ook gewoon in het water mee. Kijk, als je hier doortrekt, je ziet de voeten, die vallen gewoon echt in het water. Die zitten ook een deel in het water. Ze raken wel de grond niet, maar ze zitten wel in het water. Zo kan je dus je terrein gewoon editen met de terrain en dan hier de points. Zoals je hem op 64, wij gaan hem nu op 32 zetten. Kijk, dan ziet dat hij een groter stuk pakt. En dat hij dan zelfs al bijna daar tegen de baan op zit. Hij raakt hem niet. Dat is goed. We moeten gewoon even blijven kijken dat hij nergens raakt, ook in die landschap. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Landschap
moet wel mooi zijn, maar hij mag natuurlijk wel, kijk, hier is het, hij staat, de ondersteuning staat hier, eigenlijk is dat niet echt zo ideaal, dit is al een iets beter niveau, oh, komt wel uit terug. Je kan ook natuurlijk het bergdruk lager halen, gewoon zo naar onder bewegen en dan krijg je zelfs al wat water, dat je dan ook onder het niveau zit. En zo kan je dus bergen aanmaken, hoe je wilt. En dan hebben we nog één ding, dat zijn de bomen. Dat doen we hier bij de scenery en dan chose. Dan krijg je normaal gezien niks, via een menu. Moet je op library klikken en dan heb je verschillende dingen. Je hebt backgrounds en heb je bijvoorbeeld deze. Dus dat kan je neerzetten. Het object moet je dan. En dan staat hier zo'n stroompilaar. Dat is eigenlijk voor de achtergrond op te vullen. Dan heb je ook nog de kabels die er tussen kan hangen. De demo objects. Je kan ook flashlights neerzetten. Voilà, kijk, we hebben hier een enterprise gezet. Even zweeft. Hoe kan je dat aanpassen? Select, klik erop en dan krijg je hier een klein minuutje. Dan krijg je hier een bol eigenlijk in het midden. En dan moet je hem gewoon naar onder trekken. En niet natuurlijk te veel. Zorg dat hij wat in de grond zit, zo. Je kan hem hier gewoon laten staan. Hij beweegt ook als je in game zit. Dat heb je misschien al gezien. En zo kan je dus meerdere attracties. Je kan ook een schommelschipje kan je gebruiken. En een reuzenrad. Dan heb je ook nog een rookmachine. Kan je neerzetten. Dat is een fogmachine. Add object. En dan moet je even kijken. Klik één keer. Ik zie hem nu nergens. Daar is hij. Zo ziet hij eruit. En als je dan in game zit, dan komt er ook rook uit. Lichte vorm, maar komt rook uit. Zo kan je dus verschillende objecten toevoegen, deuren en laten we gewoon even die flatrides allemaal hier op een rijtje zetten. En dan zie je dat het zweeft. Weer hetzelfde, klik erop. Je kan hem ook draaien. Je kan hem schuin zetten. En dan laat je de grond in. Dat is alweer te ver in de grond. Dus iets hoger uithalen. Even kijken. Zoiets is goed. Je kan hem dus schuin zetten hoe je wilt. We hebben ook nog het reuzenrad. Waar gaan we dat zetten? Gewoon even hier zo. Oh. Oh, zit iets te dingen. En dan gaan we dat weer even verplaatsen. Dus zo verplaatsen dat. Wel fatsoenlijk doen. Het is een beetje zoeken en een beetje kijken en passen en bla 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 bla. Voilà. En dan zet je hem in de grond. Zorg dat het betonwerk uitsteekt. We gaan hem voor de zekerheid maar wat naar achteren plaatsen. Zo. En dan zat dat ook weer in orde. Chokes. En dan kunnen we eventjes kijken. We hebben ook lichten. Je hebt parklampen. Je hebt draaiende spotlights. Maar wij gaan nu ook... je kan ook splash dingen doen. Dus als een... ja. Splash effect kan je toevoegen aan een achtbaan. Ik weet niet wat er eigenlijk, nu komt van het ding. Hier staat niet in de... Maar ik weet niet wat dat precies inhoudt. Maar dat kan ook. Je kan dus een achtbaan laten splashen. Wij gaan naar de trees and plants en dan pakken we de 3D bomen. Dan kan je hier dus bomen. Ik vind... Ja, er zitten wel een heel aantal mooie boompjes bij. Pak tree 12. En dan moet je zorgen dat je op add object staat. En dan klik je en dan... komen ze tevoorschijn. Hetzelfde verhaal voor hier. Kan ze ook weer selecteren en modify eventueel delete. En dan is hij weg. Logisch. Zo kan je dus je omgeving een beetje ja, beplanten met boompjes. En zo kan het allemaal. We gaan dadelijk eventjes nog eens in game. Dit is een korte tutorial. Zo kan je dus toevoegen en toevoegen wat je wilt. Nu het is niet om te zeggen van oké, nu weten we alle soorten coasters. In principe wel, maar toch ga ik jullie helpen met een andere soort coaster nog te maken. Stalen achtbaan, launch coaster, hangende achtbaan en misschien zelfs een dive coaster eventueel. Dat gaan we eens wel zien. Ik denk dat we klaar zijn jongens, dus we gaan hem freezen voor de finale. Dan gaan we dadelijk eens even terug in game zelf kijken. Ik moet trouwens even een slokje drinken. Zal ik naar de druppel ergens vallen, geen idee waar precies. Ik zie hem nu nergens.
mij zit hij niet, misschien niet echt gevallen, denk ik. Quidditch support en dan. Goed. We hebben hem. Onze achtbaan. Alt-X. Yes. En dan play. Hij gaat nu even wat dingen laden. En dan zitten we daar. In onze achtbaan. Onze eigen achtbaan, jongens. Met ondersteuning, alles erop en eraan. Is klaar. We hadden vorige week ook bereden. Maar toen zag hij er wat kaler uit. Kijk eens nu, jongens. We hebben bomen, we hebben water, we hebben ondersteuning. We hebben zelfs attracties die nog bij je erbij staan. Eigenlijk moet je je landschap hier nog wat... Landschap hier nog hoger, dat je diepte creëert. Dat kan je allemaal doen. Ik heb het uitgelegd. Excuseer. Is allemaal uitgelegd. Experimenteer er maar mee, jongens. Dat is eigenlijk echt wat jullie moeten doen. Experimenteer met de landschap dingen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een launchcoaster gemaakt. Heb ik ook geëxperimenteerd met al die landschap dingetjes. Oké, jongens, dat was hem al. Jullie weten dat we hem zo kort gemaakt hadden. We zijn hier dus nu bij onze attracties. We zien hier ook de wielen. Ik weet niet of die wielen überhaupt wel draaien. Je kan ook het ride view pakken. Je kan daar dus gewoon ingaan. Je kan ook in de Enterprise gaan. Die komt nu terug naar onder. Press E to enter Enterprise. Die kennen de Enterprise waarschijnlijk wel als een soort kermisattractie of pretparkattractie. En dan hebben we natuurlijk het reuzenrad nog. Het reuzenrad heeft dus, ja, dan hebben we een mooi uitzicht. Over de achtbaan. Dus, zo ziet het er allemaal uit, jongens. We gaan hem even van bovenaf laten zien. Hoe ziet er nu alles uit? Hij is dus volledig gefreezed. We kunnen er nu mooi doorheen vliegen. We zien ondersteuningen. We zien hier zelfs de schroeven. Jongens, kijk wat in de Toys in No Limits zitten. Het is echt een heel erg realistische... Het is niet echt een game, het is eigenlijk meer een ontwerpprogramma. Hier worden achtbanen mee ontworpen voor bestaande pretparken, jongens. Ook ziet er hier zelfs een foutje maken met die ondersteuning. Oh, shit. En dat zijn fouten die we er nu uit... Die we nu pas zien, maar... als je... Ja, oei. Het is best wel een redelijk deel. Ik snap niet hoe dit gebeurd is, maar oké. Okay. De voeters zijn eigenlijk ook niet vierkantig, maar het zijn ronde voeten. En ik zei niet dat... Ze zitten volgens mij wel tot in de grond. Jawel, ze zitten echt wel degelijk tot in de grond. Ik heb me dus wel degelijk vergist. Maar je ziet dus heel duidelijk de structuur van deze achtbaan. En alles erop en eraan. Daarvoor staat No Limits. En zo is het dus om achtbanen te maken. Dit was een houten achtbaan. Eigenlijk is dit een basic. Een houten achtbaan is wat makkelijker. Want je hebt alleen de baan te maken en de landschap en de ondersteuning is klik, wieltje en reet klaar. Een stalen achtbaan en zo moet je veel meer uitkijken met ondersteuning, palen die neerzet, dat je ze niet gaat raken tegen de baan en dit en dat. Dus veel meer werk. En ja, dit was eigenlijk een basic. Ik dank jullie voor het kijken naar de eerste twee tutorials. We gaan volgende week verder met een stalen achtbaan waar jullie vorige week het voorbeeld van gezien hebben, de Wacky Worm. En willen jullie de Wacky Worm nu wat uitgebreider zien, een beetje minder lag misschien, kijk dan eventjes naar de No Limits aflevering van Vincent, aflevering 96. Daar is mijn achtbaan dus in te zien. Binnenkort ga ik mijn nieuwe achtbaan ook nog opsturen naar Vincent. De Speedmax, die gaan jullie ook nog zien in deze tutorial serie als voorbeeld van de Launch Coaster. En dat is eigenlijk wel een spectaculairder achtbaan dan de Wacky. En ook wat beter moet ik zeggen. Ik vind die... Mooi, ik vind het mooi hoor, jongens. Hij is ook in de avond, dus het is niet dag, maar het is avond. Dat maakt het ook zo speciaal. En ik vind Speedmax, vergelijk met Wacky Worm, Speedmax uiteraard wel beter. Maar dat is meestal als je een beetje bezig bent met de limits achtbaan te creëren, word je beter, beter en beter. Dit was een basic. Ik ben slecht in het bedenken van layouts. En dat zien jullie denk ik ook wel simpel. We gaan omhoog omlaag, een roeibel terug omhoog en dan komen we weer aan. Dit is te simpel voor woorden. Ik hoop dat ik jullie hier al mee geholpen heb. Moesten er nog vragen zijn, laat ze achter in de comments, ik probeer ze te beantwoorden. En dan wens ik jullie nog een fijne avond met deze triestige weer, met deze triestige weeromstandigheden. Het regent, het waait fucking hard. Echt heel rot weer, maar ja, het is herfst, het is gedaan met het mooie weer. Dus nog een fijne avond, graag tot de volgende.
video. Later.